Welkom bij een nieuwe aflevering op de Bossenmarkt. Je zal zeggen, waar is Nol? Ja, Nol is ziek, die heeft de griep en zijn vrouwtje ook. Beterschap natuurlijk van deze kant. En dan mag ik het leuk doen. Ik vind het heel gezellig. Carnaval is net achter de rug. En Jeroen Bos, we hebben een hele drukke week gehad in onze mooie stad. Nu gaan wij lekker shoppen op de markt. Bloemen staan centraal in deze uitzending, want het is Valentijnsdag morgen. En Remco, loop je mee? Dan gaan we even lekker lopen. Hier hebben we ook een kraam met pyjama's. Ja, dat is ook wel leuk. Maar we gaan even naar een bloemenkraam. Zolang het zonnestralen regent uit het blauw, hou ik toch elke dag een beetje meer van jou. Zoals een bloem die water krijgt, eens de mooiste roos zal zijn, werd onze liefde groter, maar begon ook klein. Hier zie ik ook een hele leuke kraam met allemaal bijouterieën. Het is een beetje rustig, want ik wil toch wel eens weten of hier eigenlijk veel gekocht wordt bij Valentijnsdag. Maar ik zie geen enkele man, wel twee dames. Ik zal het eens even binnenvragen of ze het erg druk hebben gehad vandaag. Goedemiddag dames. Mag ik u eens even, jullie even iets vragen? Ja? Is het drukker vandaag vanwege de Valentijn morgen? Dat denk ik ook. De portemonneeën zijn misschien leeg. Ja, of ze liggen misschien te wit. Ja, dat heerst ook heel erg. Dat klopt. Ja, wat jammer. Ja, maar ja, ik ben zelf aanwezig. Dus dan ook maar letterlijk aanwezig. Ja. We maken gewoon iets leuks. Ja, dat vind ik ook. Want u hebt hele mooie spulletjes allemaal. En erg laag in de prijs. Hoort erbij. Ja. Ja, dat is gezellig toch? Moet je zien, ja, zeker weten. Hartstikke leuk. We gaan eens even verder kijken. Dank u wel. Bedankt. En dan rijden we een keertje terug. Ja, dat doen we. Oké. Okay. Tot ziens. Doei. Even kijken of ik een echtpaar zie. Of een setje, of een lief stelletje of zo. Dat is ook altijd wel leuk. Gaan we eens even kijken. En een poedeltje zit er nooit tussen. Dat vind ik zo vreemd. Helemaal geen poedeltjes. Jammer. Maar goed, we gaan eens even naar de bloemen kijken. Oh, dat doen we ook niet aan. Nee, en ik heb net bloemen gekocht, hè? Ja, we hebben wel bloemen gekocht hier. Ja? Maar Valentijnsdag betekent niks voor jullie? Nee, helemaal niet. Nee. Veel te commercieel. Ja, dat is wel commercieel natuurlijk. Het komt uit Amerika, maar ja. Wat? Het komt uit Amerika. Ja, het komt uit Amerika. Ja, jammer. Ik heb er weinig over te zeggen. Ja, natuurlijk. Dat is ook zo. Maar nou wil ik eens even vragen over die rode rozen. Want ze heeft mooie rozen in haar hand. Mag ik u even iets vragen? Ja. Ja? Vind ik hartstikke leuk. Over de Valentijnsdag. Nou, vertel het eens. Veel rode rozen verkocht? Ja, best wel, ja. Dat is wel de Valentijnsbloem, hè, rode rozen. Dat is echt de Valentijnsbloem. Ja, de roos is echt de Valentijnsbloem. Ik zie dat ze al bijna op zijn, klopt dat? Nee, wat leuk. En doe je zelf thuis ook een Valentijnsdag? Ja, altijd. Ja? Graftak. Nee, jij neemt gewoon bloemen voor je vrouw mee. Natuurlijk. Altijd, maar ik heb altijd bloemen. Het is wel altijd Valentijnsdag. Ja, ja, dat kan niet klopt. Anders, hè? Wij hebben altijd bloemen. Ja, dat dus. Klopt. Nee, maar het is echt hartjesdag vandaag, mevrouw. Ja. Oh, wat enig. Wat leuk die hart. Oh, hartstikke bedankt. Wat lief. Ja. Dat is heel erg leuk, dat rode hartje. Lief. Ja. Dankjewel, hè. Dag, mevrouw. Succes vandaag.
Een kunst dat opmaken. Echt een Valentijnsboeket, hè? Ja, prachtig. Ja, oké. We gaan eens even verder kijken. Kijk, een mooi hartje gehad. Zullen we nog eens even een andere bloem... Oh, komt een echtpaar aan. Goedemiddag, mag ik u iets vragen? Nee, dankjewel. Nee? Mensen zijn een beetje verlegen. Heel verlegen. Heeft u, doet u iets met Valentijnsdag voor uw vrouw? Nou, eigenlijk weinig. We doen elk weekend gezellig. Dus, Ja, natuurlijk. Maar bloemen, rode rozen? Nee. Nee, ze houdt helemaal niet van rood. Nee. Nee. Van welke bloemen houdt ze dan? Ze houdt van voorjaarsbloemen. Ja, ja, een mooi voorjaarsboeket. Mooie, kruidachtige bloemen. Ja, ja, ja. Dat is het inderdaad. Ja. Ik wens jullie een fijn weekend samen. Doet u ook aan Valentijnsdag? Eerlijk gezegd, nee. 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 Vindt u jammer? Nee hoor. Nee, nooit. Anders krijg ik altijd wel een bos bloemen van me. Hè? Dat bedoel ik. Nooit gedaan? Jawel, jawel, jawel. Jawel. Ja. Jawel. Het is ook commercieel, zeggen ze. Maar ja, het is ook romantisch. Ja. Ja. Ik vind het heel erg commercieel en ik krijg tussendoor toch wel bloemen. Dus het hoeft niet per se mijn vader. Nee, natuurlijk niet. Een dinertje dan? We gaan wel, ja, dat kan. We gaan wel eens uit eten en zo. Ja. Dat is ook romantisch. Ja, romantisch. Ja, zeker weten. Zeker. Hartstikke leuk. Oh, mooie plantjes gekocht. Kijk, die krijg je ook zomaar. Ja, dat bedoel ik. Hoef je geen voor te zijn, hè? Nee, ja, dat is waar, ja. Ja, die hebben we ook gehad, nou. Ze zijn mooi, azalea's. Ja. Heel leuk. Voor binnen of voor buiten? Voor binnen. Ja. Ja. Goed nat houden, hè? Want ze hebben... Ja, klopt. Heel erg leuk. Ja. Nou, een fijn weekend samen. Ja, jullie ook. Ik kreeg ook net een hartje. Kijk. Leuk. Succes verder met de uitzending. Bedankt, hè. Oké, tot kijk. Tot kijk. Doei. Zij heeft het ook ontzettend druk. Die wil ik eens even naar die mevrouw toe gaan. Vind ik wel erg leuk. Goedemiddag, u hebt het ontzettend druk. Mag ik even iets vragen? Even? Ja, ja, dat is goed. Als u het goed vindt, zo, ja? Ja, nee, dat maakt ook niks uit. Heel veel tulpen zie ik ook, hè? Ja. Ja. En wat is nou de meest verkochte bloem met Valentijnsdag? Nou, toch wel de roos nog. Tot nu toe wel, ja. Rode roos, hè? Nee, maakt niet uit. Nee. Als het maar roodbloemig is, dan ja. En betaalbaar, hè? Uiteraard, ja, ja, hartstikke leuk. En doet u zelf ook nog een Valentijnsdag thuis? Nou, weinig. Weinig, ja. Uitrusten. Lekker, ja? Uitrusten, ja, 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 na deze, ja, drukke dag. Ja. Maar het is wel een goede business voor de bloemen. Ja, maar de bloemen zijn ook heel erg duur, hè? Dus er zit weinig tussen deze week. Jammer, hè? Ja, kun niks meer. Nee, dus. Hè? Succes nog. Nee, dank u wel, hè. Dag. Doei. Zo, en die meneer heeft het ook ontzettend druk. Oh, mooie reclamebloemen ook. Ja. Hè? En heb je zelf ook wat boeketten opgemaakt? Ja. Kijk, ik ben, zie, ik ben net naar de kapper geweest. Maar ze zijn mooi, hoor, die, ja, boeketten. Leuk, hè? Doen jullie die een avond van tevoren opmaken? Nee, dit komt van de veiling af. Oh, van de veiling, ja. Gistermorgen zijn ze teruggekomen. En waar zit die veiling? In Ede. Oh, dat is nog ver. Plantion is dat. Ja. Ja. En komt u zelf ook uit Den Bosch? Nee, wij komen uit Driel. Oh ja. Bij Arnhem. Dus, ja, dat is ook een hele rit. Ja. Och. En doet u dan in de loop van de week eigenlijk naar andere markten, in andere, ja, plaatsen? Ja. Het is dus maandag in Nijmegen en dinsdag in Os. Gezellig. Dus, ja. Het is wel een gezellig leven op de, ja, markt, hè? Ja, ja, het is leuk, hè? Tenminste, als het weer is, droog is. Het is tenminste droog. En heb u zelf wel eens in uw leven aan Valentijnsdag gedaan? Och, ik krijg zoveel mensen. Dat is niet hou. Nee, maar misschien, ik weet niet of u een vrouw hebt. Nou, nee. 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 En een vriendin misschien? Een vriendin wel. Kijk, en krijgt zij bloemen van u? Ik krijg bloemen. Vanavond? Ja. En welke geeft u? Ik dacht rode rozen, maar dan moet ik wel oppassen. Dan zijn ze op. Ja, dan zou ik een boeketje apart houden. Ja. Oh, kijk wel even. Hè? Dat is toch de populairste bloem, hè, die rode roos. Ja. Heel leuk, hè? Ja. Nou, ja, en tot hoe laat staat u hier? 5 uur. Vanavond komt even iets vroeger weg. Iets vroeger, ja. Want anders dan wordt het te haasten.
dat wordt zeker haasten. En weet je wat het is? Al die bloemen opruimen? Ja, ja. Het is nou, ik kan het niet zien. Oh, hey. 2 uur pas? Het is pas 10 over 2 zoiets. Oh, oh, dat is nog vroeg. Ja. Ja. En die bloemen, kunt u die nou goed houden? Want ja, als u naar de markt gaat maandag, ja, en waar zet u die? In een koeling? In een koelcel. Ik kom in de cel te staan, hè. Ja. Dus, is hartstikke mooi. Blijft mooi koel. Dus. Ja, dat moet ook, hè. Ja. Ja. Ik wens u veel succes nog vandaag en een fijne Valentijnsdag. Ja, ik zal doorgeven. Oké. Oké, okay, bedankt, hè. Jo. Doei. Doei, doei. Leuk, hè. Ja. Hij heeft een vriendin, dus dat vind ik ook altijd leuk om te horen zo. Maar zullen we eens even iemand, ik wil toch even een setje erbij halen. Even kijken. Hier zie ik 2 leuke mannen. Valentijnsdag, wat betekent dat voor jullie morgen? Helemaal, nou niet zoveel. Nee. 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 En voor jou? Maar die geheime liefde toch? Nee. Nee. Ja, het gaat om geheime liefdes ook, hè? Ja. Ja, dat klopt. Dus jullie houden er helemaal niet van? Nee. Nou, we doen er eigenlijk niks aan, hè? Nee. Nee. U hebt haast, allebei? Ja. Ja, we moeten nog heel veel doen. Lekker inkopen gedaan. Ik ben van TV73 bij. Oh. Ja. En wat is dat? Dat is een televisiestation en radio. Heel erg leuk. Oh, oké. Okay. In 's-Hertogenbosch. Ja, ja. 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 Leuk, en we zitten in Rosmalen. Oké, okay, nou. Ja. Nou, heel ik weet. Nog. Ja, ja, ik kreeg een hartje. Ja, leuk, hè? Ja, vind ik ook. Nou, ik wens jullie een fijn weekend. Ja, doei. Ja. Nou zien we daar weer bloemenkramen. Heel veel. En natuurlijk lekkere luchtjes. Want Remco wil zelf ook een luchtje kopen nog. Die wil ook lekker ruiken morgen. We gaan eens even die kant op. Word je niet moe, Remco? Lekker achter me aan zo. Weer bloemen, ja. Ja, maar dat is wel hot vandaag, hè. Ook rode rozen zie ik weer. Heel veel tulpen. Ja, daar krijg je toch een beetje weer het voorjaar in je hoofd met die tulpen. Ik wil toch eens even vragen. Ze zijn al in aan het pakken. Prachtige Valentijnsboeketten. Heel mooi. En die zijn zeker veel verkocht vandaag. Die zijn veel verkocht, ja. Ja, want ik zie het, want ja, ik zie heel weinig nog staan. Zo druk hebben jullie het gehad. Ook daar, ja. Maar ja, dat is ook fijn, toch? Dat is fijn, dat zeker. Met zo'n dag moeten we het hebben, hè? Ja, uiteraard. Ja. En nou zit jij in de bloemen en... Heb je een man, als ik mag vragen? Ja. Wat, hij geeft zeker geen bloemen omdat je erin zit. Nee, ik denk het niet. Nee. Met Valentijnsdag. Nee. Zal het parfum zijn? Nou, een dikke knuffel, dan is het al lang goed. Ja, dat is ook belangrijk, toch? Belangrijk, hè? Zeker. En de rozen, de rode rozen zijn zeker het snelst gegaan. Die zijn allemaal op, ja. Die zijn al op. Gek is dat, die rode rozen, hè? Ja. Prachtig, hè? Rood, hè? Echt een liefde, hè? Ja. Kleur van de liefde, ja. Dat klopt. Ik hou je niet langer op, want je hebt ontzettend druk. Oké. Okay. Fijne Valentijnsdag. Dank je. Ja, het is vandaag een vreemde dag, vind ik. Je ziet hier die lege plek. Want hier staat altijd die kraam met die hele lekkere luchtjes. En die staat er ook niet. En die kraam met dat prachtige kunst. Werken allemaal, die kunstbloemen en zo. Die staat er ook niet. Dus dat vinden wij jammer. Hadden we even willen vragen natuurlijk. Of die ook goed hebben verkocht. En wat ze doen met Valentijnsdag thuis. We gaan eens even kijken, want sommige fragmenten zijn nog niet uitgezonden. En dan hebben we even een rustpauze. Dat is hartstikke leuk om dat te zien. Want dan zie je ook weer unieke beelden. Want er gaat ook vaak wat mis, hoor, met een uitzending. En dat kan allemaal gebeuren natuurlijk. Dus kijk eens even naar de niet uitgezonden stukjes. Maar wat is de opdracht? Wat moet ik vandaag doen? Dat jij zegt, dat lukt jou nooit. Nou, dat is een hele simpele, hoor. Want je moet gewoon even goed rondkijken. En dan zie je allemaal hier vrouwtjes lopen. Ja? En die hebben allemaal verschillende kapsels, allemaal verschillend kleur haar. Ik wil dat jij een vrouwtje zoekt met een hanekam. En dan ook nog eens blond. Dus een blonde hanekam. Ja, dat is een kans van 1 op... 1 op... ja, weet ik veel. 1 op... honderdduizenden. Hoeveel vrouwen met een hanekam ken jij die blond zijn? Nou, dat soort figuren spreken jou wel altijd aan, dus ik denk dat die kans groot is. En wat je dan ook moet doen, is moet je vragen of ze de okselhaar ook blondeert. Lijkt me wel grappig. Ah, schijn nou toch eens uit, zeg. En als ik zeg dat ik het niet doe? Nou, jij doet het sowieso. En op het moment dat ze heel veel okselhaar hebt, dan moet je er een naar Radiohair sturen.
Oh, ben jij vies, smerig ventje zeg. Baba. Oké, okay. Dat zitten we al mooi. Hey, weet je hoe ik jou noem? Ik weet ik niet. Alp. Alp? Ja, die heeft ook sneeuw, zo'n berg op de bovenkant. Ja, ik moest dat zeggen van Remco. Die gaf me weer een opdracht. Hij zegt, zoek een vrouwke met een hanenkam en het liefst blond. En dat ik u nog tegenkom ook. En vanwaar dit kapsel? Ja, ik ga met mijn dochter mee. Ja, dat snap ik. Maar hoe lang heb je al dit kapsel dan? Maand of drie, geloof ik. Maar was het eerst gewoon normaal lang of ook kort? Helemaal kort. Is dat ze niks? Is dat alleen maar... Nee. Serieus? Ja. Even kijken hoor. Oh. Dat is een lelijke foto hoor. Is dat zo? Ja, ik vind het niet echt. Ik vind het niet echt mooi als jij mijn schoonmoeder was. Dan zou ik achter een bank plakken. Nee. Ik ben. Nou ja, dat is toch een mooie foto. Ja. Dit is beter. Dit vind ik leuker. Heel zeker weten wat mama van dragen zegt. Nee, maar ik vind. En ik vind en om okselaar doet ook blonderen. Nou, zeg. Nee, is een grapje. Sorry. Pas ja. Op, hè. Nee, sorry. Kom op, weet jij even weggaan, of niet? Ja, Remco, echt. Nou stop ik ermee met die flauwkeur. Ik doe het gewoon. Ik ga er gewoon niet meer doen. Ik moest een paar vragen stellen. Ik heb ze nou gesteld. Maar ik vind het hartstikke leuk dat ik jou weer tegenkom. Ja. Oh. Nou. Want ik kom altijd in de stad en dan zie ik jou bijna nooit en nou zie ik hem weer. Ja, gezellig. Ja, hey, geniet er nog van vandaag? Ja, doe ik. Excuus, want ja, dat was een opdracht die ik moest doen. Maar ik vind haar echt leuk. Het staat jou wel, moet ik eerlijk zeggen. Ja, vind ik ook. Anders had ik het niet gedaan. Nee, precies. Nee, precies. Gaat het niet. Ja, het gaat, mooi, gaat het niet gemoeten. Nee, ik heb het niet. Wat zegt u? Je zendt het niet uit, hè? Ja, een paar stukken uitknippen, hè? Gewoon ja, luister eens. Knippen, we hebben het over jouw kapsel. Niet over. We gaan niet knippen. Het is goed. Ik ben Nico Hoepeman niet. Ja, daar kom ik wel. Ja. Ja, ik zag het. Ja, natuurlijk. Hey, veel plezier nog. Fijn weekend. Ja, jij ook. En tot misschien de volgende keer weer, hè? Succes met de markt. Ja, dankjewel. Houdoe. Hey. Ja, Remco. Echt. Ik doe het gewoon niet meer, hoor. Jij hebt natuurlijk echt... Ik zit er nog wel achteraf te bedenken. Jij hebt natuurlijk gewoon die mevrouw gezien. In de hoop dat ik er tegenkwam. Verschrikkelijk. Jawel, heb je wel gedaan. Oh, en ik trap er steeds een rat. Hallo, goedemiddag. Ik wil iets vragen. Morgen is het Valentijnsdag. Ja. Heb jij een stille liefde? Nee, ik heb gewoon een normale liefde. Kijk, ja, de man. Ja, maar het gaat ook over Valentijnsdag, zeggen ze ook een stille liefde altijd, hè? Ja, dat klopt. Ja, ik heb gewoon een bekende liefde. Maar, ja, heel veel mensen hebben een stille liefde. Maar dat is ook beter een bekende liefde, toch? Ja, dat vind ik ook. En ik? Ja, ik ben ook getrouwd dus. Daarom. Maar krijg je morgen bloemen, denk je? Ik denk het wel. Ik hoop het. Is hij romantisch? Hij is heel romantisch. Ja, hij is heel romantisch. Krijgt altijd wel een leuk cadeautje of zo. Met Valentijnsdag. Kijk, dat is leuk, hè? En heb je zelf nog iets voor hem gekocht? Nou, ik ga dat straks even snel doen. Ik was eventjes te laat eigenlijk. Ja. Maar ik ga wel iets leuks kopen. Ja, zeker. Je hebt het druk. Ja, ik heb het druk. Zie ik. En even kijken. Haren, dat interesseert mij altijd wel. Want ik ben zelf ook kapster geweest. Dat is een... Stijlborstel. Een stijlborstel. Ja. Dus als je krullend haar hebt, krijg je dat stijlhaar. Oh, dat is wel handig, ja. Zeker. En gebruik je hem zelf ook? Ik gebruik hem zelf ook wel eens als ik het dan stijl doe. Ik heb net bij die mevrouw die daar zit, heb ik het net gedaan. Oh, leuk. Leuk, hè? Het werkt echt supergoed. Ja. Dus vroeger was het ontkroesen en dat hoeft nou niet meer? Nee, je gebruikt gewoon een borstel. Het is niet schadelijk voor je haar. Nee. Hij wordt warm en dan kan je hem gewoon. Kijk. Een mooi model. Leuk. Mm-hmm. Heel erg leuk. Leuk, hè? Nou, ik zou zeggen, heel veel succes. Dankjewel. En een fijne Valentijnsdag. U ook. U bent lekker aan het starten. Ja. Heeft u nog leuke inkopen gedaan? Nee, want er is op het ogenblik niet zoveel. We wachten maar weer tot het beter weer wordt. Want... Maar ja, het is tenminste wel droog. Gelukkig wel, maar weer koud, hè? Het is koud. Ja. En Valentijnsdag, morgen? Nou, nee, die tijd... Heeft u daar nooit iets aan gedaan? Nee. Maar het maakt niet uit welke leeftijd. Nee, dat maakt allemaal niks uit. Nee. De liefde is de liefde. Ja, dat klopt. Heeft u gelijk. Maar nee, wij hebben er nooit aan gedaan. Nee, dat kan.
U krijgt zo ook wel een bloemetje, denk ik. Tuurlijk, op zijn tijd, ja. Ja hoor. Haalt u nou niet een mooie bloemetje in huis? Jawel, ik heb altijd bloemetjes in huis, want ik kan niet zonder bloemen. Nee, zonder bloemen, er staan elke week een paar bosjes bloemen. Gezellig. En haalt u die op de markt? Nee, bij ons in het winkelcentrum. Ja, dat kan ook. Ja, ja. Dus, leuk. Ja, ons klein roosje is er. Ja. Mooi. Hè? Ik zie hier twee leuke mannen. Mag ik even iets vragen, heren? Nou, het Valentijnsdag. Ja. Doen jullie er wat aan? Nee, ik niet. Nee? Nee. Ik probeer daar nog iets te gaan vinden. Iets kleins. Ja, en voor wie haal je dat? Voor mijn vriendin. Leuk, het zal ze verrast me zijn. Ja, ik hoop toch? Het wel. Heeft u nog tips misschien voor hem? Of ik tips voor hem heb? Nou, een lekker geurtje vinden dames ook altijd lekker. Ja, maar die heeft ze al zoveel. Is wel een beetje afgezaagd hoor, een geurtje. Dat is wel afgezaagd. Ja, bloemen ook eigenlijk. Ja, wat moet je anders? Ja, ja, misschien een leuk sieraadje of zo. Dat is ook leuk. En jij? Ja, ik doe niet aan Valentijn, maar mijn vriendin altijd wel met bloemen heel erg blij is. Dus misschien dat ik een bosje voor me meebreng. Ja, rode rozen zijn bijna uitverkocht, dus je moet snel zijn. Ja, ze houden nog meer van tulpen. Is ook leuk, ja, tulpen, absoluut. Zeker, ja. Heel veel succes met jullie Valentijnsdag. Ja, dankjewel. Jij ook heel veel succes. Dankjewel, hè. Yo, doei. Hoi. Leuk. Ja, een geurtje, ja, dat vinden ze ook dan weer afgezaagd. Dat kan. Maar ja, bloemen, ja, wat moet je anders, hè. En een sieraad is ook leuk. Tuurlijk, vinden we allemaal hartstikke leuk. Hallo. Hallo. Jij stelde mij een vraag. Vertel het nog eens. Herhaal het eens weer in de uitzending. Heb jij de plaats ingenomen van Nol? Nou, ik heb het wel ingenomen, maar Nol ligt ziek. Och, garem. Ja, en zijn vrouwtje ook. Oh, dat vind ik heel zielig. Zie ik te veel... Dat weet ik niet. Ik ben er niet bij geweest. Ja, ik ook niet. Ik heb hem wel gezien. Maar ik heb wel eens een keer meer gedaan. Ik vind het hartstikke leuk om met Remco en zo op pad te gaan ter Bossenmarkt. Ja. Ja. En ja, het is moeilijk om iemand zijn plaats in te nemen. Want hij doet het hartstikke goed. Ja. Nou, ik hoop dat hij heel snel beter is. Ja, dat hoop ik ook. Wat heb je gedaan vandaag? Heb je nog bloemen gehad van je man? Nee, nog niet. Maar het is morgen pas Valentijn. Dat klopt. Oh, kijk eens wat leuk. Ja, ik kreeg ook een hartje. Wat leuk. Ja. Ben je romantisch? Ja, dat is een stok. Romantisch, ja. Nou, niet echt romantisch. Nee? Nee, niet echt. Daar is er een beetje vanaf. Ja? Ja. Wordt het toch allemaal minder zo? En jij, van je man? Dat is afwachten. Afwachten? Ik mocht vandaag naar de mat. Dus we wachten het af. Ja. Misschien van vaders. Ja, dat kan ook. Ja, natuurlijk. Ja, het is morgen. Lekker een dikke extra knuffel van mijn zoon. Ja? Ja. Doe je mama veel knuffelen dan? Ja. Ja, het is toch hartstikke leuk. Koop je als bloemen van mama? Misschien. Oh, kijk, ja, dat is leuk. En welke bloemen vindt mama mooi? Weet ik niet. Nee. Wat heb ze als in de kamer staan dan? Weet ik niet. Nee. Welke bloemen hou je van? We hebben nou narcissus. Narcissus op tafel staan en tulpen. Een beetje het voorjaar in huis halen. Jazeker. Ja. Want die winter zijn we een beetje beu. Ja, nou, ondertussen wel, hè. Ondertussen wel. Ja. Ik wens jullie een fijn weekend en een fijne dag. Ja, jullie ook. En goed dit blijven praten, hè? Ja, absoluut. Ik krijg er dorst van. Ja, ik zou zeggen, ik krijg een beetje drinken, maar dat heb ik bijna. Nee, maar dat maakt niks uit. Anijs kunnen krijgen. Nee, dat is hartstikke voor lief. Voor de keel. Ja, voor de keel, ja. Ik zie het. Er wel eentje belangstelling. Ja, onze kennen mij ook wel. Ja, natuurlijk. Mijn En dit was hem weer deze week, de Bossenmarkt. Ik vond het hartstikke leuk om te doen. Ik zeg te veel leuk. Ik zeg knippen, knippen, knippen. Maar ik vind het heel gezellig met jullie drieën. Echt waar. En nou, tot de volgende keer. En iedereen een hele fijne Valentijnsdag. Jij ook, Remco. En Ryan. Ja? Nou, ik zou zeggen tot de volgende keer. Dit was de Bossenmarkt. Dag voor Valentijnsdag.